In deze categorie beantwoord ik jullie vragen uit de praktijk en vandaag een vraag van Ilem. En Ilem die mailt, internet heeft zoveel negatieve invloed op kinderen, wat moeten we doen? Ja, dat is nogal een vraag en die is natuurlijk op veel, op veel manieren te beantwoorden. Uh, en wat we in ieder geval zeker weten is dat kinderen en ook al hele jonge kinderen geconfronteerd worden met beelden. Waarvan we eigenlijk hadden gehoopt dat ze die nog niet hadden gezien. Hele jonge kinderen, kleuters die filmpjes zitten te kijken op TikTok en in één keer een onthoofding zien. Jonge kinderen waarbij porno de eerste seksuele uitingen zijn waar ze mee geconfronteerd worden. Pubers die de hele dag gemanipuleerde beelden zien als een soort van schoonheidsidealen. Hoe moet die generatie daarmee omgaan en weten wij dat eigenlijk wel? Weten we eigenlijk wel hoe zij zich ontwikkelen? En wat de invloed is van al die beelden. Ik denk het nog niet precies. Ik wil eigenlijk naar een, een wat ouder beeld terug. Leraar en pedagoog Celestin Freinet... die heeft zo'n 100 jaar geleden de drukpers geïntroduceerd in de scholen. Hij wilde dat kinderen leren schrijven. Leren schrijven omdat ze dan konden ervaren dat schrijven teksten maken... Dat dat manipulaties zijn. Dat jij eigenlijk bepaalt wie je de hoofdrolspelers maakt. De hoofdfiguren, de, de verhaallijnen. Wat je wel, wat je niet zegt. Op welke manier je het zegt, hoe je het zegt. Dus dat betekent dat als kinderen leren schrijven... dat ze ook, omdat ze de manipuleren, kritisch kunnen leren lezen. Dat ze zich realiseren als ze iets lezen. En dat was daarvoor vrij ongewoon... Ze realiseren als ze iets lezen dat dat door iemand is geschreven en met bepaalde bedoelingen is geschreven. Tot en met het niet trappen in propaganda. Misschien is er zoiets weer nodig. En moeten we heel snel met kinderen aan de slag om ze beelden te laten manipuleren. De dus jonge kinderen leren dat je beelden op allerlei manieren kunt beïnvloeden. Foto's, filmpjes, et cetera. Zodat zij dat leren maken. En als kinderen leren beelden te manipuleren, dan leren ze precies zoals bij de drukpers destijds, dat alle filmpjes die zij zien, alle beelden die zij krijgen voorgeschoten en inmiddels ook alle foto's die ze zien, gemanipuleerde beelden zijn of kunnen zijn zodat ze daar kritisch zijn naar wat ze krijgen voorgeschoteld. Zodat ze weten dat het weer door iemand gemaakt is met een bepaalde bedoeling, of misschien zelfs zonder bedoeling, maar wel onrecht doet aan de beelden van de realiteit. Of recht doen aan dat wat creatieve processen allemaal kunnen opleveren. Ik denk dat het de tijd is dat kinderen heel snel en op grote schaal leren te manipuleren. En dan in de positieve zin dat ze weten hoe beelden worden opgebouwd, wat andere mensen op jou af kunnen vuren, zodat je dat heel snel kritisch kunt beoordelen. Eerst moesten we schrijven om kritisch te kunnen lezen. Nu moeten we denk ik beelden gaan manipuleren om te weten wat er op ons afkomt. Wat het precies gaat brengen, weten we nog niet. Maar als we overgeleverd zijn, als we gemanipuleerd kunnen worden, als we niet weten. Wie onze breinen allemaal beïnvloeden, dan zouden we wel eens snel met een achterstand kunnen komen te staan en overgeleverd zijn aan degenen die daar het handigst in zijn. Misschien kun je er zo naar kijken, misschien kun je zo proberen om het met kinderen te bespreken, maar vooral om het met kinderen te ervaren en te gaan doen. Ik hoop dat het je verder helpt en vooral dat het de kinderen helpt om er kritisch en zelfbewust in te kunnen gaan staan. Ik hoop dat je iets had aan deze, aan dit antwoord. Heb je een andere vraag? Mail me dan gerust. Tot de volgende.